Hallo allemaal, vandaag ik heb een speciaal iemand voor jullie meegenomen, DJ. Maar ik ga even een kort interview houden. Ik ga gewoon een paar vragen aan hem stellen en dan doet hij gewoon antwoorden geven. En ik ben ook nog met meer mensen, gewoon Dunja, Riley en Angelo en mijn broertjes. Dus ja. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. Okay. Mijn eerste vraag is, vertel iets over je. Gewoon, hoe zie je de toekomst voor je, aan kinderen en zo, aan muziek blijven maken? Hoe zie ik mijn toekomst? Ja, ja. Gewoon iets over jezelf vertellen. Gewoon een goede vrouw, kinderen, mooie huis, auto. En of ik muziek kan maken, ja. Ik denk als ik een beetje ouder ben, ga ik geen muziek maken. Ja? Ongeveer welke leeftijd denk je? 30. 30? 30, 31. 30 is niet oud, hè? Ja! Ja. Ja, toch, dan ga ik niet muziek uitbrengen, maar wel schrijven. Ja, ja. Maar misschien aan andere mensen geven ofzo. Oké, ja, ja. Doe je ook naast de muziek iets, maar zeg maar, gewoon school ofzo, of werken? Nee. Ja. Gewoon naast dingen, zeg maar. Nee, alleen. Wanneer was je eigenlijk gestopt met school? 2000. Wanneer was dat, man? 2017. Ja. Sios, dat zat je nog. Oh nee, jij zat in middelbare school. Nee, je zat bij mij. Ja. Ik zat wel niveau lager, maar je zat wel bij elkaar. Ja. Hier komt de derde vraag. Hoe ben je met de muziek begonnen? Ja, was gewoon. Ik wou schrijven. Ja. Maar ik kon niet uitbrengen. Maar toen hebben mensen me een beetje gepusht om uit te brengen. Toen heb ik dat gewoon gedaan. En toen kreeg ik goede reacties. Ja? Was je gelijk zo hoog gegaan? Of nee. Gewoon stap voor stap. Ja? Hoe lang heeft het geduurd voor je zeg maar echt dacht dat je het ging maken met muziek? Denk een jaartje of twee. Ja? Kom van. Wou je altijd muziek maken? Nee, ik wou gewoon voor mezelf. Ja? Maar mensen vonden het goed, dus ik dacht van ja, laat me gewoon doen. Maar het was niet, was gewoon voor de grap, zo weet je. Ja, gewoon voor gewoon uit handen lopen, zeg maar. Ja, ik deed eerst gewoon kickboksen en zo. Ja. Daarna dacht ik van ja, ik kan gewoon muziek gaan maken. Oké. Wie hielp je jou in het begin met clips in elkaar te zetten, zeg maar? Clips maken en zo. Zo jong uit België. Ja? Ja. Oké, hij heeft ook een goed gehoord bij, zeg maar. Mm-hmm. Oké. Zijn er mensen die jou echt veel hebben geholpen? Oké, ja, gewoon mensen om me heen, gewoon. Vrienden, ja? Ja, af en toe als ik studio sessie heb in Amsterdam, Rotterdam, ging ik meebrengen en zo. Gewoon vrienden om me heen. Oh, oké. Waar haal je jouw inspiratie vandaan? Gewoon wat ik meemaak, wat ik zie. Ja? Ja. Ik kan nu dadelijk naar studio gaan, een liedje maken over wat we vandaag hebben gedaan. Ik zie ook echt, je schrijft gewoon echt goede teksten. Welk liedje heeft je het meeste tijd of moeite gekost? Geen één. Ja? Oké. Op welk liedje ben je het meest trots? Allemaal, man. Ja? Elke keer als ik naar studio ga, wil ik altijd beter dan de anderen, zeg. Weet je? Ja, ik snap dus, ik ben trots op allemaal. Misschien niet iedereen vindt alles hard, maar ik vind gewoon alles hard wat ik maak. Had je verwacht te zijn waar je nu bent, zeg maar, waar je nu staat? Nee, ik wou gewoon eigenlijk ook stoppen. Mm-hmm. Maar. Wanneer wil je stoppen, zeg maar? Hoe lang geleden? Ik denk vorig jaar nog zo. Ja? Ja? Hoe lang ben je nu ongeveer bezig met ons? Ongeveer, serieus, 3 jaar. Ja? 3 jaar, ja. Maar ik ben nog lang niet waar ik wil zijn, dus. Stap voor stap gaan we hoger en hoger. Ja, oké. Hoe ga je met haat en negativiteit om? Sorry. ik kom niet aan mijn woord. Ik weet niet, gewoon. Soms hoor je rare dingen, maar ja, wat moet je doen? De mensen blijven toch praten. Wat je ook doet, goed of slecht. Mensen gaan toch praten. Ze gaan hier, erin, daar. Krijg je wel wat reacties? Niet persoonlijk, maar af en toe hoor je wel van die heeft dat gezegd of die heeft dat. Maar zijn gewoon bullshit verhalen. Het zijn meestal mensen die mij niet eens kennen. Ja, maar ik. Want ik ken je gewoon eigenlijk gewoon, niet zo lang, maar gewoon, ik ken je wel. Ja. Maar elke keer als ik jou zag, je bent gewoon vriendelijk tegen iedereen. Ja, toch, ja. Dus ik dacht niet dat je echt zo'n harde reacties kreeg. Nee, maar dat krijg je zo. Maar ik moest gewoon wel opschrijven, ja. Te vragen. Wat probeer je volgers en luisteraars mee te geven?
Gewoon, ze moeten gewoon... wat probeer ik ze mee te geven? Gewoon, wees actief, weet je toch? Wees niet bang om te dromen en zo, weet je toch? Als je iets wilt bereiken, mensen gaan eerst zeggen van kan niet. Mm-hmm. Maar daarna, wanneer ze zien dat het lukt, dan wil iedereen met je meegaan en die dingen. Ja, ik hoor nu ook als ik op straat ben, oh kan je ietsje, kan je man zo. Weet je, nu je kan echt hard in Limburg. Dus ik, mijn ding wat ik tegen jou wil zeggen is gewoon echt wat je nu aan het doen bent. Je doet echt goed, dus gewoon volhouden. Dank je. Dat zijn eigenlijk mijn vragen wat ik voor je had. Okay. Had jij misschien ook wat vragen aan mij wat je wilt weten? Ja, wat heeft jou gemotiveerd om te gaan vloggen? Het is gewoon eigenlijk gewoon zoals je, gewoon uit handen kopen. Gewoon, ja? Gewoon als grap begonnen. En nu denk ik gewoon, ik weet niet man, ik twijfel nog steeds, maar ik ben wel gewoon door aan het gaan, zeg maar. Het is wel ook veel werk met baby en zo. Ja. En ik ben alleen standvader. Mm-hmm. Dus ik moet wel hard werken, maar ik doe wel mijn best, zeg maar. Ja. En wat wil je nog bereiken met qua? Ja, ik weet niet man, ik hoop gewoon dat ik ook gewoon zoals heel ver kom, gewoon ook met vloggen. Mm-hmm. Als dat mij niet lukt, ga ik gewoon ergens een paar jaartjes, jullie gaan mij allemaal niet zien. Ga ik gewoon echt. Ja, jullie, niemand gaat mij zien. Ga ik gewoon hard werken, gewoon ergens in fabriek of zo. Of gewoon met school, en dan ga ik gewoon rijk worden. Ik wil gewoon rijk worden, en, zodat mijn kindje gewoon goed leven heeft. Goed leven heeft, ja. Ik snap je man. Nu even proberen met vlog, als het niet lukt, voor iets anders dan. Ja, maar je moet gewoon blijven volgen. Misschien eerst een paar maanden gaat slecht, man. Maar nu gaat het wel hard. Ik ben best wel hard gegaan. Ik heb bijna 1k abonnees. Ja. Misschien nu door jou krijg je ook meer aan. Komt goed. Ga je pushen toch? Ja. Dus ik ben benieuwd, ja. Oké. Okay. Mm-hmm. Wat nog? Dank man, wat je... Wat wil je? Hoe is Hamburg? Hoe zijn even leuk, hoe is dat gemaakt? Wat? Heeft hij rap gemaakt? Oh nee man, kan je dat echt laten horen? Nee. Maar dat was echt... Ja, was aan het zingen. Nou, maar ik stond dat gewoon echt voor krap naar haar, je weet. Mm. Maar zij doet dat in opslag. King die wil niet maken. Wat weet je van de pijn? Wat weet je van de pijn, ik had zoveel tegenslagen. Ja, maar dat was echt goed voor de grap. Ja, toch. Hoe kan je brengen naar studio? Gaan we iets fixen? Maar ik kan sowieso niet... Wat mijn doel is gewoon nu echt gewoon strijden met die vlogs. Ja. Of misschien later als je die taal beter gaat. Misschien ook zoals je die vader gewoon... Wat weet je van de pijn, ik had zoveel tegenslagen. Gewoon van hem toch? Ja. Nee, maar het komt goed, maar ik ga gewoon pushen. Ik ben gewoon... Maar ik zie gewoon veel mensen helpen mij ook. Gewoon iedereen, ik zweer iedereen helpt mij gewoon. Mm-hmm. Ik ben wel blij. Ook dat ik misschien over een paar maandjes iemand gaat mij interviewen en zo. Ja. Dus ja man, het gaat misschien wel goed komen denk ik. Als ik gewoon doorga. Ja, gewoon follow. Mm-hmm. Hebben jullie nog iets te zeggen? Hebben jullie iets? Van, dat werk was sowieso niks voor mij. Mm-hmm. En toen... Ik ga gewoon 100% muziek maken. Weet je doet nu echt goed man. Je brengt echt mooie muziek. Ja man, ik vind het wel leuk. Okay. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk de interview dan denk ik, toch? Wat kunnen we nog meer verwachten? Gewoon die standaard dingen man. Veel man. Ik heb veel liedjes. Mm-hmm. Alleen ik moet nu gaan kijken wat uit gaat komen en wat niet. Sommige liedjes, ja. Zijn te oud of zo. En dan voel je ze niet meer. Ja. En dan. Maar veel EP's, samenwerkingen ook. Zijn we nu mee bezig met grotere artiesten, met grotere namen, weet je? Ja. Maar het ligt ook altijd aan hun of ze ook willen of niet. Ja, ik zie gewoon wat je ook op Insta deed. Sommige mensen doen ook die herposten. Ja. Dat betekent zij willen wel samenwerken. Snap je? Maar ik heb een paar verrassingen. Hm? Dus komt goed. Oké. Dat is wel goed. We zijn benieuwd. Komt goed. Ik hou hem in de gaten, want hij is echt hard bezig. En abonneer op hem.